te beginnen met de verkiezing tot sporttalent van het jaar bij de meisjes. Wie zijn daar genomineerd? Jullie kunnen het zien op deze prachtige nieuwe LED-schermen en de monitor daar. De 10-jarige Rosella richtte zich dit seizoen wat meer op de meerkamp en dan vooral het verspringen en de sprint, net als haar grote voorbeeld Daphne Schippers. Ze sprong dit jaar over 4 meter en 60 meter loopt ze onder de 9 seconden. Bij de Nationale A-Games haalde ze een tweede plaats op de 60 meter sprint en de eerste plaats bij het verspringen. Rosella van Keulen. Echt een topjaar. Ze stond bij elke turnwedstrijd waar ze aan meedeed op het podium. Bij het Nederlands kampioenschap plaatste ze zich voor 3 toestelfinales en werd Nederlands kampioen sprong. Maar ze werd ook Nederlands kampioen allround. Bij het NK Teams werd ze samen met 4 andere meiden van haar club PIT vierde van Nederland. Larissa Vermeul. Van jongs af aan is deze dame gefascineerd door de fiets. Inmiddels beoefent ze maar liefst 4 disciplines binnen de wielersport. Daardoor rijdt ze 40 weken per jaar in het weekend 1 of 2 wedstrijden. Dat resulteerde in de eerste plaats en de gele trui tijdens de 5e European Junior Cycling Tour in Assen. Bovendien werd deze gedreven wielrenster 2e op het Nederlands kampioenschap jeugdwielrennen. Fleur Nachtegaal. Kom maar naar voren. We vragen alle genomineerden hier naartoe te komen om hun te eren voor de duidelijkheid. Alle 3 krijgen ze een prijs. De winnares natuurlijk, de mooie bokaal en de nummers 2 en 3. Die gaan er vandoor met een schitterende penning. Hier staan ze. Eerst aan jou de vraag. Idia en Helen, klopt dat? Ja, ongeveer wel. Hoe komt dat zo? Af en toe gaat er wel eens wat fout, dan ga je onderuit. Het is een kostbaar hobby, hè? Ja, dat wel. Maar je bent lekker bezig. Ja. Absoluut, en dat geldt voor alle 3 de meiden. Dan vraag ik me af, ja, dat is best spannend. Dit is voor het eerst hier staan. Is dat nou fijner om gelijk maar even hier te staan en denken, nou, dan gauw weer eraf en we hebben dat gehad. Kan ik lekker genieten van de rest? Of zeg je nou, helemaal het einde? Dat had ik ook mooi gevonden. Snel eraf. Snel eraf. En weet je wat, dan laat ik daarbij. Ik vraag alleen diezelfde vraag aan jou nog. Snel eraf. Of lekker lang blijven en aan het eind hier komen? Lekker lang blijven. Kijk. Zullen jullie dan nog even 1,5 uur interviewen? Nee. Nee, dat lijkt me ook geen goed idee. Ik denk dat het heel belangrijk is om gelijk te gaan naar de winnares. Wie is het geworden? Het sporttalent van het jaar bij de meisjes. Mooie prijs door Sanne overhandigd en dit is het juryrapport en wat een mooie glimlach. En wanneer je die dan krijgt, dan wil je vast nog even 10 seconden hier blijven staan, of niet? Ja hoor. Want wat is nou het eerste wat er dan door je hoofd gaat wanneer je zo'n prijs krijgt, wanneer je op zo'n podium staat? Wie zijn er bijvoorbeeld voor hier? Mijn mini en mijn vriendin en mijn neef. En hoe heet ze? Vriendin Emma en mijn zus Nikki en mijn ouders, ja, René en Stefan en mijn, neem ik wel gezegd, hè? Ja, die heeft wel gezegd. Het zijn er wel. Waar zitten ze ongeveer? Het is een beetje moeilijk kijken tegen het donker, maar laat je zo. Ja, kijk eens, daar zit een mooi rijtje zwaaiende, blije mensen die ook zitten te filmen. Het is je hart gegund. Ben je nog iemand vergeten? Die mij genomineerd hebben, van
Rustig werken, niet waar die zitten. Ja! Nou, dat lijkt ook aan. Heel goed. Ik zag het aan je gezicht. Ik denk, wacht even, ik moet nog iemand doen, want dat heb je heel goed gedaan. Oh, er komen ook nog meer. Dennis? Dennis? Wat hebben we met Dennis heen? Daar zit Dennis. Kijk eens. Ze zitten wel een beetje verspreid. Heb je de hele zaal meegenomen? Hartstikke goed gedaan. Ik ga voorlezen wat het juryrapport is geworden. Sporttalent Meisjes 2014. Ze moesten spaarvarken ervoor stuk slaan. Maar uiteindelijk kreeg de destijds 7-jarige Fleur Nachtegaal haar racefiets. En na één training bij AXA, of moet je zeggen AXA? AXA. AXA Valleirenners, via het school en sportprogramma was het inschrijfformulier al ingevuld. Fleur was verkocht en inmiddels doet ze aan wegwielrennen, aan mountainbiken, aan veldrijden en aan baanwielrennen. En met succes, 2014 was een prachtig sportief jaar voor haar. Met als absoluut hoogtepunt de eerste plaats en de gele trui tijdens de European Junior Cycling Tour in Assen. Met zo'n 700 deelnemers uit 14 landen is deze zesdaagse koers Europa's grootste jeugdwielerevenement. Fantastisch. Naast de genoemde prijzen pakte Fleur ook de roze trui als beste meisje en eindigde zij als derde in het sprintklassement. Ook op het Nederlands kampioenschap op de weg was zij zeer succesvol met een tweede plaats. En daarnaast wist zij maar liefst 12 keer als eerste te finishen in een eendaagse wedstrijd. Deze prachtige resultaten zijn voor de jury aanleiding om Fleur Nachtegaal uit te roepen tot sporttalent bij de meisjes in 2014. Applaus. Nou, gefeliciteerd. Ook nog de bloemen. Blijf heel eventjes staan voor de foto's die gemaakt worden. Kijk eens aan deze kant, ook aan de rechterkant, aan de familie- en vriendenkant. En ook de penningen zijn voor jullie, die krijgen jullie achter, die liggen daar klaar. Geef ook de twee die niet hebben gewonnen, maar eigenlijk ook wel een beetje gewonnen, een hartelijk applaus. Dit zijn de meisjes. Dank jullie wel. En dan gaan we, heel logisch, dames en heren.